In zaal Het Tunneke in Hees is zaterdag de 100ste editie gehouden van De Roy Tesneuzik. Voor de organisatie reden om aan alle deelnemers te vragen om in hun sketches 100 als rode draad te gebruiken. Alle 15 acts hielden zich aan deze opdracht, waardoor de hele avond op de een of andere manier in het teken stond van het jubileum. De pronkzitting bestaat sinds 1984. De naam verwijst naar de rode zakdoek die boeren vroeger droegen als ze feest gingen vieren. Van De Roy Tesneuzik waren dit jaar 5 uitvoeringen. Die werden 100 A, B, C, D en E genoemd. Dit om niet één avond te hoeven aanwijzen als 100ste editie. Elke voorstelling was met 300 bezoekers per keer uitverkocht.